Ja, Gert-Jan Karsten, 2-2. Was dat een terechte uitslag of misschien een beetje onterecht? Nou, ik denk uiteindelijk misschien ook wel weer terecht. Maar ik denk dat je doelt op het feit dat wij misschien meer hadden kunnen halen. En dat denk ik dat dat zeker het geval is. Ja, ook twee buitenspeldoelpunten. Als je daarnaar kijkt, heb je dan het idee een van die twee was zuiver? Ja, misschien wel. Ik kan niet beoordelen. Dus moeten we eerst de beelden afwachten. Maar ik doel met name op het eerste 20, 25 minuten waarin wij echt geweldig voetbal speelden. En twee keer alleen, en misschien zelfs drie keer alleen voor de keeper komen. En dan moet je 1-0 maken. En dan kom je vanuit balverlies 1-0 achter. En dat was voor mij een kantelpunt in de eerste helft. Dus ik doel eigenlijk meer op die situatie nog dan over de tweede helft. Ja, valt ook al snel die 2-1 van GVVV. Kom je wel snel met een antwoord. Ben je daar dan blij mee met de panel? Ja, je bent altijd blij met een panel. Met Skodran Mataj heb je ook vertrouwen dat hij binnengaat. Ja, je komt weer in de wedstrijd. En ik vond dat wel verdiend. Hè? Want we stonden 2-0 achter, maar dat was helemaal niet beeld van de wedstrijd. In 1 minuut geven we gewoon 2 goals weg. En heb je het gevoel dat je alles weer verkeerd gedaan hebt. Terwijl dat helemaal niet recht deed aan het goede spel van de spelers. Want we hebben echt fantastisch gespeeld de eerste 20 minuten, 25 minuten. Ja, en dan ben ik blij dat je tot aan de rust het weer oppakt. Na de 2-0 hadden we ook nog even een moment met Robin Mulder die alleen voor de keeper komt. Want zo gauw je voorkomt en iets verder van de goal af gaat spelen als tegenpartij, dan is GVV op zijn best. En moet ik zeggen dat we dat na de rust op de eerste 5 minuten na heel goed gedaan hebben. Ja, dan moet je iets gelukkig zijn. Dan valt er een rode kaart, dan valt er gelijk een 2-2. Nou, en daarna vind ik dat we natuurlijk met een man meer. Toen hebben we er in mijn ogen alles aan gedaan. Alleen toch met Ashwin wel weer met 4 achterop gaan spelen. Want hun blijven in omschakeling met Lahmoetsi en met de Graaf natuurlijk levensgevaarlijk. Maar overal echt een puikenprestatie. En ik denk met nog een inhaalwedstrijd te goed. Dat we een mooi puntenaantal hebben. We staan in de middenmoot. We kunnen naar boven en we kunnen nog naar beneden. Dus kan alle kanten nog op. En per saldo misschien toch een wrang gevoel omdat je het idee hebt dat je had kunnen winnen. Maar er zijn heel veel trainers en mensen die vinden GVV de best voetballende ploeg in de tweede divisie. Nou, als je dan vandaag als HSC Hardenberg grote delen van de wedstrijd beter bent, is dat een compliment aan iedereen van HSC. Mensen hier aan de kant zijn de reclame voor het voetbal. Dat is een mooi compliment. Ja, maar dat geldt ook voor twee ploegen die er echt wat van willen maken. Twee ploegen die verzorgd voetbal speelden. Twee ploegen die attractief zijn. Twee ploegen die ook elkaar wel liggen. Hè? Ook in de gunfactor. En je merkt het enthousiasme ook voor de wedstrijd. Als je hier aankomt bij de bus, iedereen ontvangt je aardig. En, je moet oppassen dat het allemaal niet te aardig wordt. Want in de wedstrijd dan gebeurt natuurlijk alles wat bij die wedstrijd hoort. Maar dit is gewoon wat de tweede divisie zo mooi maakt. En er zijn heel veel mensen die vinden dat ze elke keer wat van die tweede divisie moeten vinden. Nou, dit is ook tweede divisie. Dit is fantastisch. Dit is het hoogste amateurniveau. En het is mooi om mee te maken. Je bleef net iets langer in de kleedkamer vanwege een mededeling aan je spelers. Wat heb je verteld? Nou, ik heb niks verteld. Maar Bert Nijboer heeft verteld dat ik trainer blijf voor ons seizoen. Gefeliciteerd. Mooi, toch? Ja, zeker. Hartstikke mooi. En voelt toch wel als een erkenning. Vorig jaar per ongeluk erin gerold. Dit jaar voor het eerst echt zelfstandig voor die groep. Nou, als je dan vanuit de spelers, vanuit de staf en vanuit het bestuur weer het vertrouwen krijgt. Ja, dat is een heel bijzonder moment. En dat maakt deze wedstrijd eigenlijk nog mooier. Omdat ik ook vond dat in de wedstrijd zichtbaar was dat we er op dit moment gewoon heel goed op staan. Hè. En dat geeft geen garanties voor de toekomst, maar dat is zo vlak voor de kerst wel een hele mooie constatering.